ik geloofde altijd wel echt in God. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. En ja, ik had gewoon echt wel een... Ja, ik wist God bestaat. En ja, ook in, toen ik ouder werd wel... dat ik echt mee wilde, zeg maar, doen met de rest. Dus dat ik God dan, zeg maar, een beetje de rug toekeerde. Maar echt de bekering op zich. Ja, ik denk niet dat ik dat helemaal kan beschrijven. Dat is echt een verloop geweest. Of ja, een proces. Ik weet nog wel dat ik op een feestje was. En ik dacht... ik was met mensen aan het praten. Ik dacht, ik hoor hier niet bij. Ik was 18, 19. En ik dacht, hoe kan dat dan? Hoezo hoor ik hier niet bij? En het was gewoon een feestje met veel drinken. En, maar het voelde gewoon echt niet goed. En... de volgende dag ging ik naar de kerk en we spraken een dominee over de bloedende vrouw die veel bloed verloor en met de aanraking van Jezus, dat is genas. En op dat moment raakte me dat zo erg, dat verhaal, dat zo levendig werd voor mij. En nou, op dat moment ja, was het voor mij ook zo logisch dat ik zeg maar niet meer hoorde zeg maar, bij mijn leeftijdsgenoten. En op dat moment dus zeg maar, ben ik helemaal verliefd op Jezus. En ja, ben ik steeds meer gaan lezen in de Bijbel. En ja, elke dag een beetje meer liefde voor Hem. Je wil er als tiener heel graag bij horen. En ja, gewoon een leuk leven, zeg maar. Maar ja, zo werkt het zeg maar niet. Als je ja, voor Gods Koninkrijk wil gaan werken, dan verwacht hij van je dat je anders bent en dat je de smalle weg pakt, zeg maar. En tuurlijk, dat doet super veel pijn af en toe, maar je weet gewoon waarvoor je het doet. En dat is het allerbeste, dat je dan met hem bent in relatie en dat je ja, hem beter leert kennen. En dat is echt wel, ja, denk voor ieders leven een doel, zeg maar, op zich. Om hem te kennen en een relatie met hem te krijgen en doen wat hij van je vraagt. Hoe ik zeg maar zelf het hele proces in ben gegaan in God zoeken en ja, en vooral denk aan jongeren die ja, nu denken van ik hoor er niet bij en ja, op een gegeven moment mag je ook zeggen ik hoor er niet bij, want ik hoor bij God en ik wil keuzes maken voor hem en het zal niet heel makkelijk worden, dat zegt hij nergens, dat zegt God nergens in de Bijbel, maar wel zeker de moeite waard. En hij belooft het eeuwige leven als je bij hem komt. En pak het beste. Dat is echt, ja, God, hij heeft het beste met ons voor. Hij belooft ons een hoopvolle toekomst met hem. Maar dat ik mezelf mag gaan vergelijken met Jezus. Hij vraagt van ons op hem te gaan lijken. En ik hoop ooit, ja... heel erg op hem te gelijken. Ik ben elke dag ermee bezig, dus dat is wel echt, denk ik, het streven. Ja.